Een aantal scholen is vandaag gewoon van start gegaan. Dit ondanks de aangekondigde acties van de Bond van Leraren. Minister Robert Penneu van Onderwijs gaf in zijn toespraak in verband met de opening van het schooljaar aan dat de regering er alles aan heeft gedaan om alle middelen die nodig zijn voor het nieuwe schooljaar te garanderen. Ook zijn leerkrachten getraind om met de nieuwe methode te kunnen werken. Op de Petrus Donderschool is volgens onderhoofd Denna IJzer de eerste schooldag goed van start gegaan zonder noemenswaardige gebeurtenissen. Op deze school hebben we voor de sluiting van de school zelf hebben we alle leerlingen een plekje kunnen geven. We hebben nog geen nieuwe inschrijvingen gehad voor vandaag. Dus het is plekkeloos verlopen. Heel goed. Al dus in een ijzeren de school niet aangesloten is bij de BVL, maar behoort tot het Rooms-Katholieke Bijzonder Onderwijs. Die heeft niet meegedaan aan de oproep om vandaag niet naar school te gaan. IJzer geeft verder aan dat de instelling een vruchtbaar schooljaar tegemoet gaat. Het is eigenlijk een driehoek, hè? Want de ouders betrek je er dan ook bij. De ouders, de leerkrachten en de leerlingen. Dus het gaat heel goed komen. We zijn positief begonnen en zo positief gaan wij ook door. Aldus Denna IJzer, onderhoofd van de Petrus Donderschool. De school had een vlotte start van het nieuwe schooljaar.